De Shri Radha Krishna Mandir van de Sanatan Dharam Paramaribo Noord, SSDP, bestaat 25 jaar. In dat kader heeft zij een vijfdaagse Shri Gita Gyan Raspan georganiseerd. Deze is op donderdag 15 december begonnen en gaat door tot en met maandag 19 december. Een onderdeel van de Shri Gita Gyan Raspan was de Kata, oftewel spirituele lezing, die afgelopen donderdag is gehouden. Deze lezing is verzorgd door Vyas Pandit Shri Vishnu Jarenandu Tiwari, voorzitter van de priesterraad van de Maha Sabha Suriname. Stanley Sidul, directeur cultuur, memoreert dat er veel gemeenschapswerk vanuit de mandir is gedaan. Huiswerk, begeleiding, enzovoort. Dat kan ik wel waarderen en ik wil nu wonen. Heel graag hier. En inderdaad, voorzitter, ik heb geen enkele dinsdag gezien dat deze mandir gesloten is. Elke dinsdag als ik langs zeg maar, nou, weer het gebedsdienst. En dat is inderdaad in deze tijd, inderdaad, u staat voor uitdagingen. Ik ben zelf christen, zeg maar de EDG, en niet alleen het bezoek aan de mandir, maar ook het bezoek naar de kerk. Mijn ouders zijn moslims. Ik merk ook daar bezoek van jongeren, de gang naar het moskee. En ik neem ook de andere geloofsdenominaties kampen met deze uitdaging. Sidul stelt ook vast dat de SSDP een belangrijke partner is bij de uitvoering van het cultuurbeleid. De voorzitter van de VAP, Chandrika Prasad Santokhi, complimenteerde de leiding van de mandir dat zij in de afgelopen 25 jaar zoveel ontwikkeling heeft gebracht. Hij is ervan overtuigd dat de mandir een positieve invloed heeft gehad op de Kaliyuga-tijdperk, oftewel tijdperk van moreel verval. En dat is waarvoor we vandaag hier staan. Omdat goede dingen in het leven niet vaak beloond worden. Goede daden worden niet vaak beloond. Maar negatieve dingen krijgen extra aandacht. Ook in mensen hun leven. Ook in het land. En daarom moeten we de plaats van de mandir vandaag plaatsen. Tegen de achtergrond van zoveel negatieve dingen die gebeuren in de wereld. Ook in de samenleving. Maar die mandir is er hier. Om goed werk te verrichten. Om daar waar er wanhoop ontstaat, hoop te geven. Daar waar er wantrouwen ontstaat, vertrouwen te geven. Daar waar er achteruitgang ontstaat, vooruitgang te geven. Santokhi prees de mandir ook voor het feit dat zij geloof brengt in levens waar dat ontbrak. Ook het sociaal-maatschappelijk werk en de andere activiteiten die de mandir ontplooit, maakt dat er hoop is voor de toekomst, zegt de VAP-voorzitter. Hij bracht de felicitaties uit aan het bestuur van de mandir onder leiding van Roy Boudou. De spirituele lezing is gehouden in de Shri Radha Krishna Mandir, de Blauwgrond. Het thema was het hindoeïsme anno 2016 in deze Kaliyuga, tijdperk van moreel verval.